Welkom in sessie 63 van het Olot Pod 2 vanuit Studio SR, waar we bezig zijn met het uh, bekijken hoe dat wij kunnen een boom doorkruisen of zeg maar hoe dat we dus kunnen een traversal uitvoeren in een uh, boom, ja, in het ADT boom. Wel het principe om dus dat te doen, dat doorkruisen met behulp van een computer. Maar ja, wij gaan het nu natuurlijk tonen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat een computer dat uiteindelijk doet. Ik kan dat veel sneller en veel efficiënter dan wij het manueel doen. Maar het principe onderzoeken weer, berust op de werkwijze die ook geldt voor het van knoop naar knoop gaan in een singly linked list. Want dan moet ik toch ook nog even zeggen: dus uiteindelijk die boom bestaat uit een aantal inwendige structuren. Dat zijn eigenlijk knopen, of nodes. En hoe gaat je nu van de ene knoop naar de andere? Maar het principe is ook gebaseerd op wat je in de singly-linked list euh, doet. Door de kruising noemt men in het Engels traversal en het werkwoord door kruisen is to traverse. En dus om nu terug te komen op die singly-linked list, dat is, is dat je ook in principe hebt kunnen zien in uh, het OLOT pod uh, pot 1. Ja. Daar onder andere op pagina 114 uh, van de versie in mijn bezit alleszins. Uh, staat daar dus de schematische uitwerking van hoe dat gij dus in zo'n list traverseert, hè, dus of dus doorschuift of doorkruist van de ene node naar de andere. Dus dat principe ga ik hier nu niet terug herhalen, kijk dat eventueel na en uh, onderzoek dat een keer. Hè. Want dan uh, is er nog natuurlijk iets dat belangrijk is dat we toch wel eventjes terug in de picture kunnen zetten? Dat is dus hier dat woordje recursief. Hè. Dus wat was weer recursief? Wat willen we daarmee bedoelen? En waarom zouden we dat willen gebruiken? Wel, dat is ook uiteindelijk in uh, pot 1 behandeld geweest. Trouwens, in het kanaal pot 1 zijn er daar een aantal zeer specifieke uh, sessies die daarover gaan. Dus mensen die daar terug wat meer informatie willen over weten, moeten daar misschien de listing eens doorlopen en kijken of ze daar iets nuttigs kunnen uitvinden. Want uh, ja, ik herhaal het hier nog eens kort, hè. dat is gerecupereerd een beetje uit die sessies daar. Recursie is een gevorderde iteratie- of verhalingstructuur. Dat is, dat is niet uh, allee, zo uh, van de wereld, hè. want inderdaad, wij willen toch itereren, wij willen herhalen, hè. Uh, wat wel het bezoeken van die knopen. Hè. We gaan dat dus één keer schrijven en dan hopen dat het programma weet wat het moet doen, zolang het nodig is. Recursie is het optreden van een constructie als onderdeel van zichzelf. zichzelf ja. Ik ga dat nu niet allemaal herhalen, maar dat is ook de oorsprong van het woordje eigenlijk. Hè. Recurren, hè. ik heb dat ook gezegd. Teruglopen. Je loopt eigenlijk naar jezelf. Ja. Wel, waarom? waarom gaan we dat willen gebruiken? Altijd de vraag waarom. Wel, het ADT Boom is voor bepaalde situaties de ideale gegevenstructuur. Als je daar nog niet van overtuigd bent, wel dan hoop ik dat dat gaat komen in deze en volgende sessies. Hij kan tot miljoenen, zelfs miljarden afzonderlijke gegevens bevatten die op een bepaalde manier met elkaar verband houden. Dat zou je al kunnen zien aan de academische voorbeeldjes die wij ook al behandeld hebben. Deze gegevens wil men over het algemeen kunnen opzoeken. In of in deze gegevens wil men over het algemeen kunnen opzoeken of ze aanpassen, ze vervangen en verwijderen of vernieuwen en toevoegen. Al die zaken zullen wij ook op een of ander moment gaan doen. We spreken hier, zoals ook in een vorige sessie gezegd tegen u, over die zogenaamde CRUD: create, read, update en delete. Ja. En dus dat is eigenlijk de essentie waarom wij dus in al die zaken geïnteresseerd zijn. We laten nog een beetje verder kijken. Kijk, want dus op pagina 77. Ja, dat is wel natuurlijk redelijk kort door de bocht. He, dus uh, men zegt daar oké, okay, recursie, pre-orde, postorde. Wel, men zegt bij pre-orde: bezoek de wortel, doorloop de deelbomen van de wortel in pre-orde. Nu, het karakter van het recursieve is natuurlijk wel aanwezig. Want wat zegt dan eigenlijk ook de code, hoe dat gewerkt? Wel, de aanhef van dus eigenlijk de methode of wat dat je wilt doen, komt terug in het lichaam van wat dat je eigenlijk aan het voorstellen zet. En dat is hier wel degelijk aanwezig. Trouwens, bij die postorde is dat ook. Maar dit is misschien toch wel een klein beetje. Kort, hè, om het zo samen te vatten. Ik ga niet zeggen dat het verkeerd is, dat is weer iets anders. Hè? Maar laten we toch misschien eens iets verder kijken. En als we verder kijken, uh, wat zien we dan? Wel, dan heb ik nog een klein beetje informatie over wat er dan hier staat. Want ik heb dus op, uh, dat zal de volgende pagina zijn waarschijnlijk, een algoritme dat daar wordt u aangeboden. Dat dan toch iets verduidelijkt wat er hier eigenlijk op pagina 77 uh, staat. Maar daar staat dus effectief bij dat dus het gaat over pseudocode. Nu ja, Pseudocode, dat kent je ook al vanuit vorige Oloots en andere omstandigheden en vakken, maar toch wil ik er nog iets over zeggen, dus dat we daar ook duidelijk over zijn. Pseudo is oorspronkelijk uit grieks De oud-Grieken, van wanneer hebben die hier rondgehangen? Ik heb het al een keer gezegd in een vorige sessie zeker, van voor de vijfde eeuw voor Christus tot ongeveer de achtste eeuw na Christus, hebben die hier hun stempel op de beschaving gedrukt. En goed, dat is nu geen examenvraag, maar dus om het even te duiden. En het betekent nep-vals. Ja. Dat is natuurlijk. Ja, als we dus een valse code gaan moeten schrijven, dan, dat belooft. Wel, een wat lossere vertaling van het woord is schijn, of schijnbaar of nagemaakt. Hè. En dat komt al wat dicht in de buurt van wat wij daarmee bedoelen. Pseudo-programmeercode, een beetje vollediger, is geschreven tekst die op echte programmeerinstructies lijkt. De bedoeling ervan is de moeilijkheid van het foutloos noteren in een bepaalde softwaretaal, wat men ook de syntax of spelling noemt, te ontwijken. Zodanig dat je niet in de ene taal moet met puntkomma's werken, in de andere moet met rondhaken werken, in de andere met rechte haken, in de andere zelfs zonder haken, en dan er geen puntkomma, maar een dubbel punt, weet ik veel. Alleen je kent ze zelf wel je kent ze misschien zelfs veel beter dan ik alle regeltjes waar je je aan moet houden. En uh, ja, dat is natuurlijk wel op een gegeven moment ik, storend als je eigenlijk met iets anders bezig bent dan alleen maar dat leren schrijven. Aan ja. wat ben je dan bezig dan misschien? Wel, ik lees verder. Die doet men omdat men niet bezorgd hoeft te zijn over de schrijfwijze en men zich bijna volledig kan toeleggen op de werking, de eigenlijke werking van de logica van het algoritme dat je eigenlijk aan het opstellen bent of aan het leren door de gronden. Ja. Dat is eigenlijk waarom dat we pseudocode willen gebruiken. Nu, is er daar een keerzijde aan? Ja, definieer zelf wat een keerzijde is, ik lees verder. Tenzij men onderling afspraken maakt, zijn er geen vaste regels hoe pseudocode eruit ziet. Ja. Inderdaad, in dat laatste geval kan men zich laten inspireren door eerder reeds opgestelde pseudocode. Ja. Bon, want inderdaad, met die pseudocode kun je dus in principe zeer veel. Hè? Als jij schrijft, ja, eh, doe de wereld in een andere richting draaien, ja. Er is niemand die gaat zeggen dat dat fout is, hè? want dus, je hebt het dus ontwaakt juist de moeilijkheid van het foutloos uh, opschrijven wat dat je doet. Nu goed, uh, laten we toch maar verder gaan, hè? dus naar de, de goods. Hè? Uh, en dan komen we hier zeker. Hè? Kijk, hier zie je nu effectief dat algoritme 4.1 in pseudocode. Hè? Uh, de invoer, hè. er is nog geen naam gegeven, echte naam. Ja, correctie, fout van mij, jawel. Hè. Dus er staat hier pre-order, dat is dus effectief de naam die wordt gegeven in drukletters van uh, de, de method, hè. die manier ook function noemt al meteen. Uh, en dus uh, je hebt daar ook een functie die zelfs wordt meegegeven. Hè. Dus dat zal dan een handler zijn of een, uh, een referentie, een pointer. Maar dus er wordt een functie meegegeven en dat is de visit-functie. Nu kom er misschien zelfs nog eens even op terug op die visit-functie, want je gaat inderdaad die knopen gaan. Uh, bezoeken. Hè. Uh, wat dat dan inhoudt, daar kunnen we zelfs misschien nog juist even over praten, om zien dat we het ook niet te lang maken. Maar dus inderdaad, de eerste keer heb je de roept je aan die uh, methode recursief. Ja, dat lijkt mij ook logisch, dat je dan inderdaad de methode waar de recursie plaatsvindt, ook effectief de naam recursief meegeeft. Dat was anders geloof ik in uh, de pot 1 uh, notas, waar men dat eigenlijk een beetje andersom deed. Dit vind ik toch logischer, eerlijk gezegd. Je krijgt daar dus het als argumenten mee, want die argumenten, wat is ook een van de aspecten van een recursief algoritme, dat er zeker een argument wordt meegegeven en dat argument, dat wordt dan telkens bij de ANF in het lichaam van dezelfde methode, dat is hier het geval, wordt, krijgt dan een andere waarde. Nu, wat gebeurt er hier? Ja, je ziet, niet zoveel regeltjes. Het is natuurlijk pseudocode, dat is, dat is wel natuurlijk, dat, dat laat veel toe. Je moet dus in die pre-order recursief, dus je begint bij de, de wortel. En hoe dat je dat doet, ik heb je gezegd, zie daar die singly linked list, hè. Ik heb je dat in een vorige slide gezegd. Kijk, zie daar eventueel wat we in het verleden hebben gedaan om dat concreet te programmeren. Ik heb nu gezegd dat we dat niet gaan doen, omdat ik daar geen concrete voorbeelden van ga, ga geven. Maar zover zitten we nog niet. Hè. We zitten op het ogenblik hier. Ja. Bon, ik roep dus die methode aan. Begint dus bij de wortel en gaat dan dus die wortel bezoeken. Hè, wat dat dan ook mogen zijn, daar komen we op terug. En zal dan daarna, hè, in Engels dan weliswaar, dus voor alle kinderen, hè, dus alle. Allee, knopen eigenlijk, die kinderen zijn of verwijzingen zijn naar kinderen van die knoop die je eigenlijk aan het onderzoeken bent Wel, wat doe je dan? Bezoek dan ook of ga dus inderdaad, voer dan uit pre-orde, dus inclusief bezoek van die, dat kind als er een kind is tenminste op zo'n knoop het kan zijn dat je het misschien nog zeer uh, floe vindt of zegt, ja, ik begrijp dat niet, zeker voor iemand die dat de eerste keer ziet. En dat is niet onverwonderlijk. We gaan proberen natuurlijk zo snel mogelijk eens te kijken naar een voorbeeld in de hoop dat dat licht doet schijnen. Maar toch eerst nog iets over die visite. Want dus, we hebben ook gezien in de vorige bijeenkomst dat eigenlijk zo'n knoop, als je zo'n boom hebt, hè, we hebben zo, zo ik zal nu heel kort, niet te lang, want we hebben hier ook niet veel plaats en ook niet veel tijd. Maar zo, dat is eigenlijk wat we, hè, herinneren u je in vorige oefeningen, zie ook de lesnotas, alleen als allee, voorbeeld. Dus zo'n inwendige, wij noemen het dan toch liever een knoop, ja, dat is eigenlijk ook een zeker, is een klasse eigenlijk, hè. Dus een klasse is een instantie, correctie, ik moet mij vroeger, is een instantie van een zekere klasse die een aantal velden bevat, onder andere die verwijzingsvelden, onder andere dus een, zeg maar een sleutel of een key, en ik heb je ook gezegd, er is ook een extra decimal adres, maar dan zit er nog een value achter. Ik heb gesproken over een key-value-pair, als zijnde een heel belangrijke uh, 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 zaak of, of ding dat we kunnen gebruiken in hetgeen dat we dan doen zijn. Wel, daar wil ik het toch even over hebben. Hè. Ik heb hier nog een. Ja, ik heb die al een keer gebruikt. Dus die oude uh, voorstelling van zo'n knoop. Of wat een knoop kan zijn. En dan, waarom, waarom laat je dat hier nu weer terug zien? Wel, omdat we het hebben over die visit, hè? Uiteindelijk dus, oké, okay, op uh, CPU-niveau zal uiteindelijk een hexadecimaal adres, of we voelen het zelf in, een, een binair getal, hè, want uiteindelijk zullen het enige zijn zijn, uh, worden eigenlijk aangesproken, een adres in uw RAM-geheugen. Oké, okay, maar da daar gaan we nu even niet over praten, want dan, ik bedoel, dat is ook belangrijk hoor, ik ga niet ontkennen, maar da daar gaan we nu even boven gaan staan. En dan komt dus die key, ja. die key uiteindelijk, die uiteindelijk de, de functionaliteit of de werking van uw boom zal ja, proberen te garanderen, of zal garanderen. Dat die key dan uniek moet zijn of nee, dat hebben we het de vorige keer al gehad en kunnen we misschien in de toekomst het nog eens over hebben. Maar laten we dan nu ook even links liggen. En dan hebben we nog die value, key-value per weet wel. En dus doorgaan zal die visie dus betekenen: oké, okay, ze hebben bijvoorbeeld aan het zoeken naar bijvoorbeeld de naam van een persoon of zoiets, ja, of of, of waar die woont, hè? en dus dan gaat je inderdaad desgevallend en zeer vaak in de value een van die velden of een aantal velden verder gaan onderzoeken om te zien wat je die dan hebt. En als je dan bijvoorbeeld zegt, ja, ik heb die naam, het is inderdaad, alleen pak een bij uh, Bart uh, Bart uh, uh, Janssen bijvoorbeeld, weet ik veel, dan kun je zeggen, oké, okay, ik heb zijn, ik kan nu zijn straat, ik heb die gevonden, ik heb die, bij Crud heb ik dus een een read gedaan, en dan kun je dus die gegevens gaan over of Gezegd, hij is geen klant meer, dan kunnen ze zeggen: Kijk, ik ga hem deleten. Of hij is veranderd van adres, dan kunnen ze het update doen. Of we kunt zeggen: Nee, hij heeft nog bijvoorbeeld uh, een, 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 een kind gekregen. Weet ik wat de gemeentelijke dienst of zo is van de, van de ambtenaren. Wat is de ambtenarij? En dan kunt je eventueel zelfs zo'n knoop gaan toevoegen als zijn er letterlijk en figuurlijk een child van Bart Janssens. Ja, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. Ik hoop dat dat toch ook een beetje licht schijnt op. Maar goed, dan hoe gaan we dan die. Uh, Boom dan eigenlijk doorlopen? Wel, daarvoor heb ik, en dat is ook een van de laatste zaken die we dan in deze sessie gaan uh, uh, bespreken, want ik heb hier niet veel. Uh, uh, uh ja, Gebruikerstijd, meer in deze uh, chique studio. Uh, dat is dus dat we uh, hier een voorbeeld. Ik heb hier een voorbeeld. Het is redelijk uitgebreid en we kunnen die nu een keer gaan doorlopen in pre-orde en in post-orde. Nu, ik ga dat ook wat verkorten. Hè. Ik, ga dat een beetje, al, ik bedoel, ik ga de werkwijze laten zien en, en verkorten in de zin dat je daar waarschijnlijk volgens mij wel inzicht in krijgt. Het eerste dat ik misschien nog zeg is. Nee, dat ga ik zelfs zeggen. Dus eerst dus die pre-orde. Pre-orde onthoud dat zo. Hè. Dus dit hier wat hier staat, oké, okay, als pseudocode, zeker geldig. Maar pre, hè, waarop staat die pre-pre, pre, dat is er voor. Wel, je moet bedenken dus dat je ergens een woord hebt altijd. Ook als je dus recursief gaat gaan werken, dan gaat elke deelboom op zich weer. Hè. Dus als je zegt, oké, okay, ik vertrek in deze knoop, ik ga naar die knoop. Wel, dan is die een dat ogenblik weer al eigenlijk de. De wortel van een die deelboom die hieronder staat. Ja. Dus eigenlijk elke deelboom die je realiseert zal uiteindelijk op zich weer een wortel hebben en zal dus ja, op die manier weer kunnen bezocht worden. Wel, in pre-orde daarvoor zult je dus eerst de wortel bezoeken. Dus eerst naar de, het is gevallen, de value gaan van de key die je eigenlijk hebt euh, bezocht. Of bij de key waar je eigenlijk bent aangekomen. Ja. Dus je gaat die, die wortel dus eerst gaan bezoeken, ja en dan. Wel daarna pas zijn zijn zijn, hè? zijn takken die eraan hangen. Ja? En je begint dan van links naar rechts. Ja? Dus je gaat van links, de eerste tak, voor all way. Enfin, dat is hier, hier uit deze pseudocode is dat eigenlijk niet echt... Te halen. Hè. Dit is eigenlijk, ja, dit is, wat dat betreft schiet dat tekort. Want je kunt er niet uithalen dat je effectief van links naar rechts moet. Je moet de kinderen pakken, maar dus bijvoorbeeld van die knop 4, dat zijn drie kinderen. Wie zegt dat ik nu meteen de, de 6 moet pakken? Dat staat hier niet. Dus hier is toch wel ruimte voor verbetering, denk ik. Maar we moeten ervan uitgaan, zie je ook de betere Website en het betere Boek, dat wij dus bij pre-orde beginnen bij de wortel en dan de kinderen gaan pakken hè, van links naar rechts. En voor de postorde, die we dus ook al hebben besproken en dat ik ook wel een keer laten zien, is het eigenlijk ja, the other way around, om het zo te zeggen. Dus je gaat eerst naar de kinderen, hè, eerst naar de kinderen, van links naar rechts, ja, van links naar rechts. En dan pas post, hè, dat heb ik al gezegd, dat wil zeggen daarna, dan pas eigenlijk de wortel, ja. Zo werkt het. Ja, en dus wat ga je dan doet met die visite, wat wij zullen doen, wat op een examenvraag eventueel gevraagd wordt, is dan eigenlijk de opluisting van die knopen te geven. Want op dit ogenblik, ja, je kunt wel zeggen key value pair, maar aan dit, als dit mijn opgave is op een examen, ik zie hier niet veel value. Ja. En inderdaad, dat is dan, de, dat is dan eigenlijk ja, op dat ogenblik een beetje ondergeschikt en bijkomstig. Wij willen eigenlijk alleen maar kunnen zien wat ogenblik, We zouden kunnen doen. Hè. We zouden niet bijvoorbeeld iets kunnen aanhechten dat uiteindelijk die value zou kunnen zijn. Uh, dat zou perfect mogelijk zijn, let op daarvoor. Maar dus op dit ogenblik heb je die informatie. Niet. En het enige dat je dan kunt oplijsten, is eigenlijk afhankelijk van of het is pre-orde of het is uh, post-orde, is eigenlijk de volgorde waarin dat je die knopen gaat bezoeken. Wel, laten we dat een keer doen. We zullen dus een kleurtje pakken, dat is ook een van de laatste wapenfeiten die we gaan aanpakken. En we zullen dus nu uh, beginnen met de pre-orde. Dus dat betekent dat ik eerst naar de wortel ga, van de boom of van de deelboom, en dan van links naar rechts naar de kinderen ga kijken ten aanzien van die knoop die ik aan het beschouwen ben. Wel, we zijn vertrokken hè? Dus en ik zal er ook bij tekenen. dus ik ga eerst naar de wortel, dus dat is een deze, dus bezocht, hè? 5. En dan moet ik naar de kinderen gaan, van links naar rechts, dus ik kom hier, eerst de wortel, dus, eerste, dus dat is nu de deel, dus eerst deze wortel, wortel tenminste, correctie. Dus dat is 4, en ik ga weer naar zijn kinderen, links, ja. Dus hier ook weer de wortel, dat is dus 6, maar let op, hij heeft geen kinderen meer, dus het is gedaan. Dat betekent dat ik van deze wortel naar zijn volgende kind ga. Ja, dat is de 8. Ook weer te beschouwen als wortel, maar daar heb ik niks aan. Dus dat is 8, de koor. Dan ga ik naar weer van dezelfde parent nog altijd, van deze wortel, naar zijn volgende kind. En dat is 0, dus dan pak ik 0. Dan ga ik weer naar zijn volgende child. Bedenk dat 2 dus een child is van 4. Eerst de wortel, want die heeft nog kinderen, dus ik pak 2. En dan ga ik naar zijn child. Er is maar eentje, 3. Voilà, die 3 is gezien. Dan ben ik hier klaar, dus dan ga ik terug, en dan ga ik hier naar 5, die wortel had ik al gehad, ik ga naar zijn volgende kind, 1, eerste wortel, dus ik zie 1, ja, dan zijn child, even eens schuil, child, 7, en ik keer terug, die wortel is bekeken, die wortel, ik zie terug in de wortel waar ik begonnen ben, het is gedaan. Dit is de oplasting, of de sequentie noemt men dat ook geloof ik in de lesnotas, in pre-orde van deze boom P, ja. Voilà, laten we dan nu ook nog een keer doen in postorde dat wil dus zeggen in postorde eerste kinderen, en dan pas de wortel. En wat gaan we dat opleveren? Wel, we beginnen weer. Hè, bij dus, dus dat moet dan aangegeven worden. Hè. Dat is eigenlijk je invoerparameter bij het beginnen. En dan die, die method visit heb ik al gezegd. Dat hangt er vanaf natuurlijk wat dat je specifiek wil doen in die knoop. Hier zal er niet zoveel te doen zijn, want er is niet meer informatie gegeven. wat die knopen eigenlijk allemaal bevatten. of wat daar nog achter zit aan uh, value. Hè. We zien alleen de labels of de keys. Goed, laten we maar beginnen. Dus ik begin. Ik kom hier bij die 5. Maar let op, ik moet eerst zijn kinderen bezoeken. Dus ik bezoek die nog niet. Ga naar de 4. Ja, oké, okay. die is nu wortel van die deelboom, die ik dus eigenlijk hier zou kunnen hè, zo schetsen, als het ware. Maar let op, ik moet eerst naar zijn kinderen gaan. Dus dan doe ik dat ook. Dus ik ga naar 6. Pas op, eerst naar zijn kinderen. Ja, hij heeft er geen. Oké, okay. dan is het de wortel. Dus met andere woorden, 6, ja. Dan van die 4 terug naar de wortel, eerst zijn kinderen. Dus het volgende kind, ja, 8. Want 8 heeft ook geen eigen kinderen meer, dus daar stop het. Ja, dus dat is eigenlijk wat er hier dan eigenlijk gebeurt. Dan uh, ga ik naar... Uh, de volgende child, dat is hier de 0, die pak ik dus eerst. En dan ga ik pas naar de parent of naar de root van die deelboom. Correctiefout voor mij. Er is nog een kind. Pas op, ik heb je nog een kind vergeten? Even, die 2 zit hier ook nog. Dus ik ga eerst naar die 2. Heeft die kinderen? Ja, 3. Heeft die nog kinderen? Nee. Dus ik pak 3. Ja, 3. En dan kom ik bij de parent hier, zijn de 2. En dan pas ga ik naar de wortel van die deelboom, zijn de 4. Ja, dan ga ik naar 4. Dan moet ik hier naar deze wortel, want dus deze deelboom is nu eigenlijk volledig afgehandeld, ja, als het ware. Dus nu moet ik naar, terug naar de wortel, maar die wortel mag ik nog niet bezoeken. Ik moet eerst naar al zijn kinderen kijken, dat is hier. Van deze knoop moet ik ook weer gaan kijken, eerst naar zijn kinderen. Dat is zo, dat is die 7. dus ik kijk naar die 7. Dan terug naar de wortel zelf als laatste, dat is 1. En dan pas terug naar de wortel uh, van dus waar het begonnen is en de, de uiteindelijke wortel van de ganse boom P, en dat is 5. ja. Voilà, dat is in postorde. Ja, kijk er nog een keer na. Het is misschien de eerste keer dat je het ziet. Eens dat je het systeem door hebt, dan, dan valt dat wel mee hoor. Uh, het enige dat ik nog eigenlijk vergeten te zeggen was, was hier als we natuurlijk, als we dan, want die code staat volgens mij niet in de lesnoten. Ik kan mij vergissen, maar ik dacht wel niet. Als we dus hier natuurlijk zeggen, oké, okay, maar wat is de pseudocode dan? Als we dus dat hier willen veranderen in postorde, hè? postorde, is er iemand die ziet misschien wat er dan eigenlijk moet alleen maar veranderd wordt. Misschien staat er wel in hoor. Wel, dat is dat je nu moet zeggen, oké, okay, dat bezoeken. Dat gebeurt dus nadat ik die kinderen heb bezocht. Dus die regel 5 die moet eigenlijk tussen regel 8 en regel 9 komen. En dan heb je eigenlijk uh, dezelfde... dezelfde... Allee, dan heb je de functionaliteit, zal ik maar zeggen, voor een postorder. Ja. Misschien nog als laatste vraag. Uh, of ja, Vraag je dan nu van die graad van die boom P, hoeveel is die? Kun je dat wel een keer zeggen? Maar ik hoor het daar ergens, inderdaad, hè. we gaan moeten kijken naar de knoop 4, denk ik, hè, als we goed kijken. En die heeft een graad van 1, 2, 3, 4, dus dat is de maximale graad die je kunt tegenkomen die boom. Dus dit is een boom met graad 4. Zo, daarmee is dus die traversal van die trees... Uh, besproken, Dat gaat nog een belangrijke rol spelen, dus dat gaat niet lopen. Dus mensen die zeggen van ja, ik heb het toch nog niet helemaal door, ik zou het toch nog iets willen zien, Wel, die moeten zeker de volgende sessies bekijken. En daar worden nog van uh, zulke traversals uh, aangepakt.